Het is tijd voor een nieuw werkstukje, een nieuwe spreekbeurt. En zoals altijd word ik dan door iets getriggerd. Dat kan zijn een game die opeens te zien is. Het kan een post zijn op social media. Het kan een tip zijn van een kijker. Uh, en dit keer was het eigenlijk een persbericht die mij opeens uh, uh, deed denken van, is het niet interessant om daar een item over te maken? Nou ja, goed, ja, want ik doe het nu. En het gaat over de verkoopcijfers van consoles. En uh, vaak doen... Bedrijven er wat luchtig over. Uh, aan de ene kant vinden ze het heel belangrijk. En, en zeggen ze: er zijn zoveel gekocht en zoveel verkocht. Maar als het dan een beetje niet goed gaat, dan zeggen ze ook altijd weer. Ja, maar bedoel, het draait niet alleen maar om verkoopcijfers. Het gaat er ook om hoeveel games erop kopen. Want daar verdienen we uiteindelijk geld mee. Ik bedoel, heel veel consoles zijn bijvoorbeeld, worden met verlies in de markt gezet. Um, en dat proberen ze dan door middel van het verkopen van met name first party games. Proberen ze dat omhoog te krijgen. En natuurlijk heb je dan ook nog eens een keer die competitie, zoals uh, gamers het zien, als wat, wat is nou daadwerkelijk dan de best verkopende console aller tijden? En um, ik denk, nou ja, ik dacht eigenlijk van, dit is wel leuk om daar even een item over te maken, om ook te laten zien hoeveel Exemplaren consoles, uh, ervan bepaalde consoles verkocht zijn. Dit zijn cijfers die uh, komen van uh, Statista. Dat is uh, denk ik een van de betere uh, 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 onderzoeksbureaus die zicht hebben op de data van verkochte consoles. Niet alle Partijen werken daar namelijk even fijn aan mee. Uh, PlayStation wil nog wel eens een keer uh, uh, niet alles zeggen. Xbox wil niet alles zeggen. Nintendo wil soms moeilijk doen over verkochte consoles en heb je nog een keer het feit shipped versus verkocht. Want shipped is dat je ze gemaakt hebt en verscheept naar de winkels, maar dat wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk verkocht zijn. Nou, wat was dan het persbericht wat mij erop bracht of wat mij ertoe deed overgaan? Om dit item te maken. Dat persbericht ging over in eerste instantie um, de verkoop van PlayStation 5's. En die, uh, die liep achter bij prognose. Volgens mij zijn er op dit moment zo'n 18,5 miljoen. PlayStation 5's verkocht. Um, je ziet hem hier, en uh, daarmee staat deze natuurlijk lang, maar dan ook lang niet in de top 10. Dus, uh, maar goed, dit is het begin van een periode, uh, maar hij loopt wel achter bij uh, datgene wat, uh, um, uh, ja, wat de targets waren van PlayStation zelf. Die hadden namelijk 3 miljoen meer willen verkopen op dit moment. Dus rond de 20, 21 miljoen. Nou, dat, dat, dat hebben ze dus niet gehaald. En toen kwam daar eigenlijk vrij snel een bericht achteraan... namelijk dat de Switch, um, de console uh, van Nintendo... die, ja goed, uh, als warme broodjes... Over de toonbank vliegt, dat weten we allemaal, zeker tijdens de lockdown en omdat hij dus goed voorradig was, uh, dat hij inmiddels 103 miljoen stuks heeft verkocht. Uh, ik kan het zelfs helemaal tot op ja, nee, 103, miljoen punt dus 103,5 miljoen stuks zijn er verkocht van deze switch. En uh, waarom is dat interessant? Want dat is interessant omdat hij omhoog gaat in de ranking. Hij is uh, van plek Hij stond op plek 5 of nee, hij stond op plek 5 en hij is naar plek 3 gegaan. En straks kom ik dan toe naar die top 3, want de vraag is dan ook kan de Switch heeft de Switch de potentie om de best verkochte console ooit te worden. Best verkochte console met console is dus echt daadwerkelijk een console. Switch is natuurlijk ook een beetje een hybride handheld. Maar hij moet verbinding kunnen maken met je televisie via een kabeltje. Zodat je daar games op kunt spelen. En dat kan de Switch. Dus de vergelijking uh, met een handheld is daar dan niet helemaal eerlijk mee. Alhoewel ik die straks wel even ga maken. Goed. Um, ik ga even kijken. Uh, een, een beetje een soort van top 10-achtig iets. Uh, dan begin ik even onderaan bij wat ik uh, nog wel goed verkopende consoles vind. Want er zijn ook consoles geweest... Uh, die uh, uh, minder hebben verkocht dan bijvoorbeeld 30 miljoen. Uh, de Xbox is daar een van. Ouch, de Xbox verkocht gewoon minder dan 29,5 miljoen stuks. Uh, dat was ook de reden waarom Microsoft al vrij snel besloot... oké, okay, fuck die hele Xbox, dan gaat hij goed. We komen met de Xbox 360. Dan staan we namelijk weer uh, een beetje qua techniek voor... Uh, uh, op de Playstation op dat moment, de Playstation 2. En uh, ja, die kwamen uiteindelijk dan met de Playstation 3. Nou, dat, dat, dat is een tactiek geweest die ze geen windeieren heeft gelegd, want de Xbox 360 zit, staat daadwerkelijk wel in de top 10. Uh, geen Xbox. Dus nou, de eerste die ik noem is dan ja, echt een, een oudje. Um, eigenlijk binnen dat wat je in de top 10 ziet, is het eigenlijk het enige afwijkende merk afgezien van Nintendo, Sony en Microsoft. Het is namelijk de. Genesis, de Sega Genesis, dames en heren. Deze prachtige machine. Uh, ik heb er helaas nog nooit op mogen spelen. Uh, 29,5 miljoen zijn hiervan verkocht. En vandaag de dag is dat natuurlijk niet superveel. Want de grote jongens die verkopen er allemaal zo 100 miljoen plus. Maar in die tijd. En dan moet ik eventjes kijken, want ik weet ik niet alle, ik heb niet alle release, data uit, uh, release data uit mijn hoofd van uh, al die consoles. Maar de Genesis kwam uit in 1989. 14 augustus 1989. Uh, toen was ik 20 jaar, dus ik had hem kunnen kopen. Um, toen was 30 miljoen Echt veel. Want het aantal gamers, het aantal fanatieke gamers, was vele malen kleiner. Er waren complete landen waar niet eens een console te krijgen was. Uh, kortom, dit is best wel uh, tof. En um, het is ook nog eens een keer meer bijvoorbeeld dan er van de Dreamcast uh, bijvoorbeeld zijn verkocht. Een van mijn favoriete consoles. Maar goed, de uh, Genesis. Daarna komt, had ik eigenlijk hoger ingeschaald, de N64, de Nintendo 64. Uh, 32,9 miljoen. Ja, ik had verwacht dat die hoog stond. Ik denk, veel epische games uh, zijn erop uitgekomen, maar niet zo hoog als ik uh, uh, had gedacht. Uh, die is uitgekomen op uh, 1996. Ook dat is al wel een beetje een, 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 ja, een, een tijd terug. Een tijd waarin minder hardcore gamers waren. Maar ik denk dat de Playstation 2, met name uh, de, de, de casual gamer, de, de mainstream gamer erbij heeft weten te trekken. In die tijd werden consoles verkocht aan mensen die gewoon fanatiek aan het gamen waren. Dus helemaal niet slecht. Gaan we door naar... Um, even kijken, de SNES. Uh, de SNES die staat op 49.1 miljoen. Nou ja, iedereen... Met name van een leeftijd als 30, 40, die zal dit ongetwijfeld herkennen. Uh, met name de controller is fenomenaal. We hebben hier er hier ook ergens ook, al, ook nog eentje liggen. Um, lekker plasticie, maar super populair. Veel toffe games op 49. 1. En uh, deze SNES kwam uit, klein quizje, kan je het raden, gil het dan nu gewoon eventjes naar je uh, beeldscherm toe. Maar 21 november 1990, 21 november 1990 dus, de SNES heeft meer verkocht dan de uh, N64. Wat eigenlijk wel aangeeft dat de SNES dus beter was. Uh, aan de andere kant, N64 zat ook wel in een tijdperk dat um, de... PlayStation. Ja, de PlayStation was er ook al... dat er meer concurrentie was. Uh, PC-gaming werd steeds beter. Dus ze hadden meer concurrentie. Dat had de SNES wat dat betreft wat minder. Dat was toch echt wel een beetje de console-to-go in die tijd. Gaan we naar de Xbox One. De eerste console van Microsoft uh, in dit rijtje. Dus geen gewone Xbox. Je weet wel, dat enorme ding met die joekel van een controller... die staat er gewoon niet bij. Uh, deze heeft 50 miljoen stuks verkocht. Dat is eigenlijk dus de vorige generatie... 50 miljoen is niet veel, uh, heeft alles te maken met het Always Online verhaal waar, waarin ze mee begonnen, Een complete valse start op de E3, de kinect, nobody gives a fuck, um, de games waren oké, okay, maar al vrij snel was duidelijk bij Microsoft, dit gaat hem niet worden en waren ze eigenlijk al bezig met uh, uh, de plannen. Rond Game Pass en dan de Xbox Series S en X. Het werden eigenlijk soort van uh, niet meer zeg maar generaties van consoles, maar steeds updates van consoles. En dan de Game Pass als pilaar waar het allemaal om draait. Ehm. Um, ik vind het een fijne console. Ik heb er echt veel op gespeeld. Uh, maar duidelijk niet zo super populair. Dan gaan we naar de NES. De Nintendo Entertainment uh, System 61.9. Dus laten we er gewoon 62 miljoen uh, van maken. Uh, met deze toffe gun erbij. Uh, die kwam uit in 1983. Dus dit vind ik wel echt extreem goed. Dit is denk ik wel een van de... Uh, als je dit... Naar de huidige maatstaven zou doen, zou dit eigenlijk een top 3er moeten zijn. Uh, want, want 62 miljoen consoles verkopen. in een tijd dat gaming nog lang niet mainstream was. Uh, dit hebben natuurlijk ontzettend veel mensen gespeeld. Uh, Super Mario Bros. hier liggen. En Duck Hunt natuurlijk, daar heb je het geweertje voor nodig. Een waanzinnige console. Uh, ook weer die kenmerkende uh, uh, controller. Zo retro als ik weet niet wat. Um, prachtig systeem. En eigenlijk de best verkopende retro-console in die top 10. Gaan we naar de beste console van Microsoft? Want hierna wordt het alleen nog maar Nintendo. En vooral heel veel PlayStation. De Xbox 360, 85.8 miljoen verkochte consoles. Let wel, uh, dit is echt fucking goed. Microsoft zat hier namelijk ontzettend dicht aan. Tegen dat wat ze altijd hadden willen bereiken. Namelijk een daadwerkelijke concurrent zijn voor PlayStation. Uh, met die, die 85,8 miljoen. Met die instap. Uh, een vroegere instap. Dus uh, de PlayStation 2 was nog steeds aan het rokken. Toen kwam de Xbox 360 al, terwijl de PlayStation 3 er nog niet was. Want ik ga even kijken. Um, de PlayStation 3 kwam uit op 3 december 1994. En de Xbox 360 kwam uit... Um, wacht even, nee, ik, ik zit allemaal op de PlayStation 3. 11 november 2006. Xbox 360 22 november 2005. Het zat een jaar tussen, een jaar tussen. En je ziet het resultaat, want laten we de volgende erbij te pakken. Dat is de PlayStation 3. Die heeft er namelijk 87 punt 4 miljoen verkocht en dat zijn er dus maar een kleine anderhalf miljoen meer. In één generatie wist PlayStation een gat wat daarvoor, dan nou moet ik even een beetje goed gaan tellen, nou dit, dit is bijna uh, ontelbaar, want uh, de Xbox uh, heb ik niet eens opgezocht, maar laten we zeggen dat die onder de 30 miljoen zat. Um, en de PlayStation 2, uh, Nou, daar komen we helemaal aan het eind bij, daar zat... 100 miljoen plus verschil tussen qua consoles. 100 miljoen plus. Uh, en in één generatie wist Microsoft aan de ene kant door de console een jaar eerder in de markt te zetten. En ook nog eens een keer PlayStation, die een beetje arrogant werd. Die wel dacht dat ze het allemaal wel wisten. Uh, een nieuw engine systeem erachter. En ze begonnen opeens te roepen van... oké, okay, alle gamers die kennen ons wel, die vinden ons vet. Dus daar hoeven we niks meer voor te doen. De mainstream, de gamer. Uh, centerpiece of your household. Oftewel, je moeder moest erop gaan gamen, et cetera, et cetera. Dat sloeg dus blijkbaar niet aan. 87 miljoen om 85 miljoen. In één generatie was die hele kloof... die 100 miljoen was, was in één keer gewoon... Hoppakee, gesloten. Nou, generatie daarna, je weet het. Xbox One, verkeerde stap. Uh, hebben ze ongeveer de helft van het aantal consoles verkocht. En ging de PlayStation 4 er weer knijterhard uh, overheen. Goed, uh, de PlayStation 3 hebben gehad. Gaan we naar de Wii. Die had ik misschien wel wat hoger verwacht. Het was tot nu toe de best verkopende Nintendo. Console, let wel, console. Um, die stond op 101,6 miljoen, maar het afgelopen jaar, 2021, is de Switch daar dus overheen gegaan. Want de Switch die heeft er dus nu 103,5 miljoen. Um, en er worden gewoon niet zoveel wie's meer verkocht. Uh, alhoewel die nog steeds wel af en toe verkocht worden, maar niet veel meer. Uh, maar 101 miljoen was voor Nintendo een. Mijlpaal als het gaat om consoles. Want hiervoor had je dus de Nintendo, uh, ja, de, de NES met 61 miljoen, dus in één keer 40 miljoen meer. Uh, de GameCube deed het niet topnotch, want die staat niet eens hierbij. De Wii U, daar hoeven we alleen al helemaal niet over te praten. En toen kwam Nintendo dus op een E3, en ik zat erbij. Uh, dat was in het Codec Theater volgens mij. En iedereen stond zich te vergapen aan. Ja, een zwiepmachine waar je muziek mee kon spelen. Weet ik, het was waanzin. Iedereen dacht: van, wat de fuck is Nintendo hier aan het doen? Casual as fuck. Uh, waar zijn de hardcore games? Uh, dit is het einde van Nintendo. Weet ik allemaal wat we allemaal dachten en voor een deel ook hebben geroepen. En we hadden allemaal ongelijk. De Wii werd een mega succes op de mainstream markt en heeft ook, denk ik, wel een beetje. Uh, het denkbeeld of het denken van, uh, van, van Sony en Microsoft beïnvloedt dat het wel degelijk dus was, mogelijk was om ook de casual gamer aan een console te krijgen. Iets wat gewoon ongelooflijk moeilijk is. Omdat uiteindelijk ook bleek dat die mensen die kochten een wie, die kregen wie sports erbij. En kocht er daarna nooit meer een game. Speelde alleen maar af en toe Wii Sports. En inmiddels uh, staat hij waarschijnlijk overal stof te happen. In ieder geval 101,6 miljoen. Een succes. Dan gaan we naar de allereerste PlayStation: uh, de PlayStation 1. 102 miljoen zijn van deze grijze rakker uh, verkocht. En. Uh, Daarmee, want ik ga even kijken uh, wanneer deze. Die was dus in 1994. Dit is een beetje de ommekeer als je kijkt naar de Tijn. Hè, dat was de tijd van de SNES. Uh, dat was de tijd van de N64. Uh, dit was het begin van Main. Stream, nee, dit was het begin dat gaming echt populair was. Dat het normaal was, vooral voor jongens en uh, uh, jongvolwassenen, mannen om een gameconsole in een huis te hebben. Natuurlijk speelden ook meiden, maar het was toch wel een beetje een mannending. Um, maar het werd gewoon normaal dat je dat op je jongenskamer had. Um, het werd talk of town. Vrienden praten met elkaar en dat leidde ertoe dat er in één keer een jump werd genomen van 50 à 60 naar 100 miljoen verkochte. Consoles. Een enorm succes. Um, nou, dan komt dus inderdaad de Nintendo Switch. En dan gaan we. Uh, <coughs> laten we nog even wat beelden van zien. Die zit nu is inmiddels al op 103 miljoen. Maar die zit nog volledig. in zijn uh, verkoopcyclus. Want uh, even kijken. als we eventjes checken. Uh, de Switch. Uh, die kwam in 2017. uit. Ja, vijf jaar. Die heeft nog wel één of twee jaar. minimaal in zijn. Uh, in zijn mars. Hè? Want het zou zomaar een Switch. 4K kunnen komen. Is dat dan een switch of niet? Um, ik vind dat dan misschien weer wel. Uh, ligt er ook aan hoe het eruit ziet of dat echt daadwerkelijk anders is. Want ook uh, de PlayStation Pro en dat soort dingen worden er ook allemaal bijgenomen. Um, dus er zit nog zeker rek in de PlayStation of in de Switch. Uh, maar uh, op, uh, uh, die staat dus op nummer 3. Uh, en op nummer 2 staat. De PlayStation 4. En de PlayStation 4 staat op dit moment op 116,9 miljoen verkochte exemplaren. Bijna 117. Daar zit ook nog wel degelijk wat rek in omdat nou eenmaal de PlayStation 5 niet goed verkrijgbaar is. En ik denk dat er dan toch mensen zijn die willen bijvoorbeeld de nieuwe Horizon, de nieuwe Gran Turismo spelen. Uh, misschien uh, ja, God of War straks ook is ook nog multiplatform. Um, en kopen dan toch maar een PlayStation 4 die gewoon misschien wat goedkoper te krijgen is. En dus zal die ook nog wel degelijk omhoog gaan. Maar uh, er zit nog maar 100. Er zit nog maar 13 miljoen verschil tussen. En. De PlayStation 4-prognose die uh, voor het komend jaar is stukken lager dan de Nintendo. De, de prognose die Nintendo geeft voor de Switch, daar verwachten ze toch nog steeds zo'n 20 miljoen ervan af te zetten. Dus ik denk, die gaan elkaar, uh, die gaan elkaar voorbij. Dus ik denk uiteindelijk aan het eind van 2022 dat de Switch boven de PlayStation 4 gaat staan en op de nummer 1. Echt met afstand de best verkochte console, misschien de console waar iedereen nog naar refereert als we het hebben over een succesverhaal, de PlayStation 2. Uh, 155 miljoen stuk zijn hiervan verkocht. Uh, daar komt natuurlijk niks meer bij. Of? Ja, lijkt mij. Ik, ik zou niet weten. Kan je überhaupt nog een PlayStation 2 ergens kopen? Behalve dan in een retrozaak. Uh, 155 miljoen. Absoluut de best verkopende console uh, op de markt. Uitgekomen in 2002. Uh, ter vergelijking, um, de best verkopende handheld is uh, de Nintendo DS. En die heeft 154.9. Dus ze hebben er. 100.000 meer verkocht, dames en heren. 100.000 meer verkocht, uh, dat betekent dat de PlayStation 2 op 1 staat. En dan is de vraag, gaat het ook zo blijven? Of komt daar een, een nieuwe console overheen? Nou, dan moet ik een beetje gaan speculeren en rekensommetjes gaan maken. Ik denk, persoonlijk, mijn mening, PlayStation 5 gaat er niet overheen. Uh, dat heeft alles te maken met de gemankeerde launch daarvan... Daar kan Sony verder ook niet al te veel aan doen. Um, daardoor zijn mensen misschien toch overgestapt naar de Xbox Series X en S of iets anders. Uh, of. Ze doen het helemaal niet meer. We zitten in een ander tijdperk, namelijk de Games as a Service. Dus ik denk dat zeker wat af wordt gesnoept in de, in de, in de mainstream... Uh, door de Game Pass en de Xbox en ik denk ook de Switch. Um, PC-gaming wordt steeds sterker. Uh, dus dit tijdperk is gewoon wel een hele uh, uh, ingewikkelde. De Xbox Series S en X gaan het zeker niet halen. Uh, vooral omdat Microsoft zelf zoiets heeft van... dat boeit ons helemaal niet, we gaan daar de nadruk... Absoluut niet opleggen. Neem gewoon Game Pass. Speel het lekker op de cloud op je PC, whatever. Um, maar hoeft niet per se een console voor te komen. Dus die gaat het ook niet halen. De PlayStation 4 gaat echt nog wel een paar miljoen erbij komen. Maar ik denk dat dat ergens zo rond de 120-125 gaat uh, stoppen. Ja, en dan heb je de Switch. Als ze er dit jaar 22 uh, 20 miljoen bij verkopen, uh, dan staan we al op 123. En... Of ze in het jaar daarna nog 20 miljoen, 25 miljoen erbij gaan verkopen. Om uiteindelijk op die 155 miljoen te komen. Ik, ik weet het niet of ze dat gaan halen. Dat ligt er ook aan. Uh, wanneer Nintendo met een nieuwe console komt. Uh, ze hebben nog niet, volgens mij, echt aan prijsverlagingen gedaan. En dat soort zaken. Uh, het gaat heel moeilijk worden. Maar ik wil niet zeggen dat het niet kan. En dat zou zeker wel. Een unieke uh, en spectaculaire prestatie zijn. Omdat ook de Switch, net als bij de V, door media. Ook door ons, uh, ja, niet helemaal. Uh, binnen werd gehaald, omarmd als iets van... oké, okay, ja, maar dit, dit gaat gewoon... Prf, dit gaat zoveel verkopen. Iets wat we bij de PlayStation 2 wel hebben. Iets wat we bij de PlayStation 4 ook hadden. Fantastische console, goede games... dat gaat verkopen. Uh, hoe zat dat met de Wii? Dat rare sweep ding? Hoe zat dat met de Wii U? Wat, wat was dat dan voor rare mix... tussen een handheld en een console? En dat heb je natuurlijk nu met de Switch weer. Weer zo'n aparte hybride vorm. Een beetje plastic Joy-cons die af en toe gaan driften. Uh, ander type games. Maar het blijkt dus gewoon... ik denk mede ook een beetje geholpen... door de pandemie. Uh, toen andere consoles niet voorradig waren... en de Switch wel. Uh, ja, ik moet het toegeven. Het is een fantastisch ding. Uh, ik gebruik hem dan wel... weliswaar alleen als handheld, maar... Het, ja, door dat scherm is het gewoon een prachtige console om op te spelen. Um, de games zijn uniek. Ik bedoel, Nintendo games krijg je nergens anders. PlayStation 5, Xbox Series X games zijn gewoon vergelijkbaar. Mik een beetje op dezelfde doelgroep, komen met dezelfde type games uit. En Nintendo doet zijn eigen ding kindvriendelijk, dus... Een familieconsole. Uh, iets wat je ook leuk kunt spelen met elkaar. Uh, Splitscreen, dat soort dingen allemaal aangemerkt. Oldschool gaming. En dan blijkt er toch dat oldschool gaming nog steeds gewoon heel goed verkoopt. Maar, mijn gok zegt... Nintendo Switch gaat er overheen. Ik zeg nu bij deze Nintendo Switch gaat ooit de best verkopende console uh, worden. Dat zal dan 2023, 2024 zijn. Als ze de Playstation 2 uh, voorbij zijn... Gegaan. Goed. Uh, tegen die tijd krijg ik vast alweer een persbericht binnen.